Mensen met een beperking hebben vanmorgen op het terrein van Fort Zeelandia geprotesteerd tegen het wanbeleid. De doelgroep leidt al vanaf 2018 onder het feit dat ze heel laat hun uitkering krijgen. Voorzitter van Stichting Wang Okasi, Anil Kuntibihari, tezamen met de doelgroep geeft aan dat zij het meer dan zat zijn. De voorzitter heeft meerdere malen via brieven, petities en ook via de pers aangegeven dat de doelgroep links wordt gelaten en geen rekening mee wordt gehouden. Hij sprak de doelgroep en ook journalisten toe tijdens het protest. Kuntibihari wijst erop dat zij en de groep meerdere malen zijn ontvangen, maar dat er niets uit de bus komt. We hebben meerdere momenten gehad. We hebben die zogenaamde dialoog van de president gehad. We zijn er naartoe gegaan. We hebben erover gesproken over de verschillende problemen. Tot de dag van heden niets gedaan. En de situatie wordt erger en erger. Ik zei daarnet kort, transport bijvoorbeeld is een probleem. Mensen kunnen zich niet verplaatsen. Het is duur. Het is niet beschikbaar. De mensen raken daardoor geïsoleerd. Nu, zoals het gisteren of eergisteren, kregen we het bericht dat het andere ding dat de doelgroep gebruikt om toch contact te hebben met de buitenwereld, ook dat duurder zal worden. Dat is internet. Dus de mensen zullen verder geïsoleerd raken. En wij kunnen niet zo niet verder. Er zal een verandering moeten komen. En we gaan daarom zo meteen naar de president om te vragen waarom die overheid zo omgaat met die doelgroep. Kuntibihari vindt het zeer jammer dat niet meer mensen aanwezig konden zijn, alleen maar om het feit dat zij het niet kunnen permitteren vervoerd te worden naar de plek waar geprotesteerd wordt. Want iemand die in een rolstoel zit moet honderden SRD's betalen om alleen zich te verplaatsen. Toch, ik ken mensen die alleen naar de dialyse moeten gaan, alleen naar de dialyse, 3 keer in een week, tel dat. Op een maandbasis. De persoon moet rond de 18.000 SRD alleen aan transport betalen. Maar dat is mijn kies 4.200. Toch? We hebben kunnen realiseren, dat hebben ze wel gedaan, dat die 60-plussers hun financiële uitkering kunnen behouden. We zien dat er 60-plussers zijn die sinds augustus vorig jaar met de beschikking lopen, maar de mannen maken zijn uitkering. Koopkrachtversterking is nog een grote chaos. Je hebt een helpdesk, maar is het een helpdesk? Is een leidensweg om informatie te krijgen? Alles is bijna gewoon chaotisch. Kuntibihari hoopt dat nu eindelijk naar de doelgroep geluisterd wordt, aangezien de uitkeringen die zij ontvangen heel ver beneden de armoedegrens zitten en er nu echt iets daaraan gedaan moet worden.